Yo guys, let's hier met een nieuwe video en vandaag spelen we terug Minecraft Hardcore. De vorige keer zijn we niet effectief hier gebleven en ik heb daar een hele goede reden voor. En die boom is juist gegroeid, super exciting. Ik was aan het opnemen en toen zag ik dat mijn webcam aan het opnemen was, maar mijn game recorder was het programma dat mijn webcam aan het opnemen was aan het opnemen. Snap je? Dus het was fucking stom, maar ik was nog maar een minuutje bezig, dus ik heb het snel genoeg gezien. Of 2 minuten of 3 minuten, weet ik veel, maakt niet uit. Ik ga trouwens even in de zee even wat vissen neersteken, want I need food. I need a lot of food. Maar vandaag ben ik dus van plan over wat dingen te praten, wat vissen te doden. Als die... Stop met autistisch te doen. Maar waar ik het eerst over wil hebben vandaag... want ik heb verschillende onderwerpen, want ik ga 1 dagje werken. En ineens staat in Notre Dame in de fik. Waarom niet? Ik vind dat wel jammer, dat was een mooi gebouw. Oeh, die heeft overleefd, supervis. Dat moet toch wel een hele goede vis zijn. Maar dat is wel een mooi gebouw, ik ben er eens geweest. Dus op zich wel jammer voor iedereen die een speciale band had met de Notre Dame. Mijn gedachten zijn met u. Maar aflevering 10 van Minecraft Hypixel. What the fuck zeg ik? Ik bedoel gewoon van de hardcore serie. What went wrong? Als ik naar de feedback luisterde. Mensen waren aan het complainen dat met het, zo het looten en zo en al. En het upgraden van mijn stuff. Dat niet interessant was. Dus ik was zo van, oei, ik dacht wel dat mensen dat redelijk interessant vonden. Hoe ik zo alles aan het doen was en zo. Maar blijkbaar dus niet. Dus ja, dan weet ik dat voor de volgende keer. Ik leed er alleen maar uit. Oké, ik kan nog snel hiervan 3 visjes neersteken. Ik moet even wel niet verdrinken. Oh, hallo. Er ligt ook nog een vis in het water, maar fuck die vis. Ik heb ook maar 10 van die andere. Oh, ik wou meer. Maar ik ga eens in mijn bed kruipen, want alle monstertjes gaan beginnen spawnen. En dat wil ik precies niet. Ik wil gewoon rustig kunnen slapen. Het is niet de bedoeling dat ik in zo'n stoeme aflevering had. Snap je, het zou heel stom zijn. Ik heb, de Nether overleefd en al. En mocht ik zo doodgaan in een aflevering naar komen gaan praten, dat zou echt gewoon fucking debiel zijn. Dat zou enorm debiel zijn. Maar nee, aflevering 10, ik weet dat voor de volgende keer. Ik dacht dat... Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een pornovideo. Jij hebt de fucking en je hebt het verhaaltje, de story. En mensen vonden de story niet leuk, dus dan weet ik dat voor de volgende keer. Mijn excuses, sorry Godar, sorry. Yo, ineens, rot op, ik ben alles... Au, kijk hè, 3, 2, 1 in mijn reet. Oké, toch niet. Even regenen. Laten we gewoon zeggen dat we even niet meer in de zee gaan en we wachten gewoon tot die trident zombie weg is, want... Fuck dat, even. Fuck die tering trident zombies, die verpesten mijn leven, die verpesten mijn zin om te willen leven. Kijk hoeveel hitten ik een spin kan pakken. Oké. Dat zijn er 2. Dat is mooi. Zo. Straks gaan we iets anders dan een rotte flesje kunnen eten. Geen nood. Ik ga ook trouwens eens kijken hoeveel dirt ik heb. Oeh, dat zijn heel veel aardappels. Ik ga even deze weghalen. Zo. En dan kunnen we iets anders planten. Het volgende waar ik het over wil hebben is... Minecart UHC seizoen 1. Voor alle diehard Gletscher fans die de trailer hebben gezien, ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want ik vond hem legit goed gelukt. Ik had er veel werk in gestoken. Hij was niet perfect, maar ik vond hem wel episch genoeg, zeg maar. Hè? Oh, goeie eten. Goed eten. Oh, fuck me. Oké, sorry. Ik heb ook nog een hoop junk, dat mag hierin. Ja. Maar we moeten ons huis afmaken. Ik wil echt gewoon een huis waar ik in kan leven. Kan chillen. Kan mezelf kan zijn. Heb ik trouwens zo'n dingen om zo landjes te maken? Ja, dit zocht ik. Een hoe heet dat? Ik ga even deze een beetje lenen. Een beetje lenen. Het is niet dat dat van iemand is, dat is van mij. Maar Minecart UHC, wat houdt het in? Ik kan hem trouwens over gelijk over 2 onderwerpen praten dan eigenlijk. Want... veel mensen ook denken van, ja, waarom is dingen nu afgelast? Waarom is Hypixel UHC seizoen 2 afgelast? En waarom zijn we weer gelijk met iets nieuws begonnen?
Het was sowieso de bedoeling dat Belgium Hypixel WC seizoen 2, dat dat het laatste seizoen ging zijn van Belgium Hypixel WC. Oké, dat klinkt heel wak, dat dat maar 2 seizoenen heeft gehad. Maar dat was eigenlijk gewoon... Eigenlijk was dat een kick-off naar... dat was een kick-off. Fuck. Ja, dan... Skelton. Dat was dus een kick-off naar Minecraft WC seizoen 1. Het was altijd de bedoeling geweest dat ik naar daarin werk. Het fundamentele verschil tussen die twee dingen is niet dat allebei UAC is. Nee, het ene is op privé-server, anders op Hypixel. Nu, ik ben geband op Hypixel, voor welke reden? Geen fucking idee. Ik ben gewoon 2 keer... Ik zweer het u, ik heb niet gehackt. Ik heb niet gehackt. Ik ben gewoon 2 keer onschuldig geband geweest. Dus ja, dat is fucking kut. Maar ja, ik ga ook geen moeite doen om... hoe heet het? Ah, kut. Dat moest trouwens niet weg. Ik ga geen moeite doen voor zo te wanken van... dat is niet waar, hè. Oh. Yo. Besef ik me nu pas. 6 blaze-trots is helemaal meer dan genoeg. Dat zijn 12 Eyes of Enders. Moet meer dan genoeg zijn. Niet? Ik denk het wel. Want er zit er sowieso... Pak dat dan al wel? Nee, dat is niet sowieso genoeg. Waarom ben ik ineens zo blij? But. Ik wil mijn huisje afmaken. Ik moet eerst een leuke deur verzinnen. Ik heb geen idee hoe je een leuke deur verzint. Meestal maak je een leuke deur in Minecraft door gewoon 6 houtblokjes naast elkaar te tieveren. Zo maak je een deur in Minecraft. Ik denk dat deze wel een leuke deur is. Dat is trouwens ook de enige deur die we kunnen maken momenteel. Tenzij we die ook boom omhakken. Maar ik vind dat die boom wel sfeer heeft. Dus we gaan die niet wegdoen. Nee. Wat ik ook al even ga doen, is even mijn schep pakken. Als hij het niet begeeft, ga ik dit hier allemaal even wegmaken. Volgende aflevering gaan we trouwens stripminen. Want ik heb even resources nodig om mijn armor up te graden. Dan kunnen we Endermans hunten tegen aflevering 17, 18. Kan ik misschien op zoek gaan naar dinges, hoe heet het daar? Ah, dat is het. Naar iets. Ja, naar de stronghold, dat was het. Oh, ik heb fucking dementie vandaag. Niet alleen vandaag. Ik ga dit even zo allemaal vullen. Het gaat een krap huisje zijn, maar yo, dat is ook fucking gezellig. We hebben een huisje, dat is wel iets. In de vorige hardcore wereld hadden we niet eens een huisje. We waren daar het skeer voor. Ik was daar het skeer voor. Mensen hadden constant naar mij het sturen van, dude, waarom de fuck bouwt jij geen huisje? Wat voor een autistische kut, zeg jij. Ja, sorry. Wat ik ook trouwens van plan was, was hier iets een beetje naar beneden te minen en hieronder nog een fatte room te bouwen. Met zo glas of zo hier aan de zijkant, zo naar de zee kunnen zien. Dat er een trident zombie op ons afkomt. Weet ik veel. We kunnen veel doen. Het is Minecraft. Je kunt letterlijk alles doen wat je wilt. Wat ik ook al ga doen. Ja, ik weet niet hoeveel zand ik nodig heb. Voilà. Dat zal genoeg zijn. 16 glasjes. Dat zal genoeg zijn. Ah ja, mijn leuke fishing rod. moet ook een dak verzinnen. Ik denk trouwens dat ik wel voor het meeste basic dak ooit ga. Ah, maar ik heb... Nee, ik heb niks. Ik heb niks. Ik heb nu legit wel, denk ik, een leuk idee. 16 blokjes. Nog eens. En... voilà. Oké. Dus wat ik hiermee van plan ben... Zo. Nee. Ik... Waarom suk ik zo hard? Ja, het gaat niet het mooiste huis zijn. Ik wil me gewoon knus voelen in mijn huis. Veilig voelen. Misschien heb ik ook nog zo'n cobblestone muurtje gaan bouwen rond mijn huis. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Waarom heb ik nu een fucking... spider eye. Like, what the fuck kunt u zelfs doen met die shit? Oké, ik weet wat ik ermee kan doen. Maar pak dat ik niet weet wat ik ermee kan doen, dan maakt het epischer. Zo. Dit is enorm lelijk als ik niet genoeg heb. Oké, dit is dus enorm lelijk. Ik dacht dat ik genoeg ging hebben. Hoeveel hebben we nog nodig? 2 blokjes. Oké, dat kan geregeld worden. Those outstanding design shit hier. We hebben ook echt wel veel meer iron nodig. Maar echt veel meer. Oké. Boom.
En dan kunnen we misschien ook binnenkort eens beginnen met potions breeden. Maar dat wil ik in mijn kelder doen. En mijn kelder gaat denk ik voor de volgende aflevering zijn. En dan moet ik even terug naar de nether gaan voor Sal Sand. Dat is Sand waar ook een nether wordt kunt feesten. Ja, dat hebben we verzameld voor de aflevering. Hoeveel blokjes heb ik al? Oké. Dat zijn er genoeg, denk ik. Ah, wauw. Ik besef nu pas dat ik totaal niet kan tellen, want ik heb er nog maar 2 nodig. Whoops. Ah, nee, maar ik heb er ook hier nog voor nodig, hè. Nee, pakt. Ik heb... Wat doe ik met mijn leven? Ik heb er veel meer. Ik ben echt zat vandaag, mijn excuses. Ik heb nogthans niet gedronken. Dat moet je wel kunnen, hè. Volgens mij kan jij dat niet zat zijn. Zonder te drinken. Wat is trouwens deze slechte commentaar? Jullie zijn dit niet... Jullie zijn dit wel goed van mij, want iedereen vond dat aflevering echt saai was. Sorry. 10. Ah, kijk, dat bedoel ik. Ze zijn fucking zat. Waarom kan ik niet meer spreken? Wat de hel is deze? Oké. Dat is ook zo... Waarom zit ik alles weg te doen? Dat is ook niet nodig. Och. Het komt wel mooi uit, doe. Oké. Dat zijn dan 12 blokjes. Oké. Zullen we zomaar eens gaan pitten. Zo. Ons huisje begint wel iets te worden. Bam, 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 bam. Oh shit. Check deze epic shit. Ons huis begint effectief. We hebben ramen. We hebben motherfucking ramen. Deze blokjes. Boom. Oké, even pitten nu. Misschien even licht plaatsen ook in mijn huis, want... Ik zie het nog gebeuren dat er monsters in spawnen. Heb ik... Ik heb 2... Dat is perfect, hè. Dat is perfect. Bam. Oh. Deze satisfying shit. Mijn kist ga ik gewoon buiten laten staan. Boeit me vrij weinig. Wat ik ook... mijn geweldig idee... Omdat we toch geen ene flikker kunnen doen met die emerald. Ga ik het niet gewoon weg... Bam! Oh, shit. Dat is toch fucking epic. Oké. Zo. Oké. En dan mijn idee voor het dak. Ja, ik weet het, deze huis is tyfus lelijk, maar het boeit me niks. Het boeit me wel een beetje, eigenlijk. Ik ga eerlijk zijn. Ik kom maar gewoon knus voelen. Waarom begrijpen mensen dat niet? Nee, ik ben er zeker van dat heel veel mensen dat begrijpen, maar... Ja. Die gletsjer toch. Ik ben echt gewoon kapot... Eigenlijk, op zich, mijn werk is nooit zo super hard, maar toch ben ik altijd wel heel moe en al. Ja. Maar nu heb ik nog altijd niet verteld wat die minecart iets is. Sorry. Zo. Ja. Oké. Boom. Deze outstanding designs. Yeah. Een echt strandhuisje. Oké, dit is echt allesbehalve een echt strandhuisje, maar oké. Het is wel zo'n authentiek Minecraft huis, let's be honest. Nee, zo'n draaiend zombie. Ah, mijn haar! Sorry. Het zijn echt wel... Snap je? Ik vind zo enemies met zo die tridents, dat er zoiets epischer van kunnen maken of zo. Dat is weer mijn mening. Want ja, nu is het zo vrij common om zo'n zombie te vinden met zo'n trident. Dat vind ik persoonlijk wel jammer, had zo epischer kunnen zijn of zo. Een geheime trap op mijn huis vallen. Oké. Okay. Oh shit, deze shit is zo fucking gezellig. En hier ga ik dan gewoon nog wat houten blokjes plaatsen of zo. Zo. Of furnezen, ik weet niet. Dat we er nog iets in dat kunnen zetten. Het ziet er wel uit dat ik veel meer hout ga nodig hebben, dat had ik niet gedacht. Voilà. Maar we hebben wel nog altijd heel veel. We hebben nog een halve stek stammen. Looks. Ja. Maar wat is nu Minecart UHC? Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als Belgium Hypix UHC. Als je niet weet wat dat is, gast! Oké, nee. Dat is eigenlijk gewoon, je wordt in één wereld gedropt. Het is ultra hardcore. Als je dood bent, zeg je dus voor altijd dood. Je kunt het een beetje met een Battle Royale vergelijken, maar ook weer niet. Want het is een beetje een disgrace naar Battle Royale, is dan weer mijn mening. Ja. Ik zat trouwens te denken, misschien is wel... We hebben toch nog veel te veel van dat... Ja. Dan doen we gewoon zo. Oké. Dan doen we hier exact hetzelfde.
Perfect. Perfectie bestaat wel. Hype is real om dit. Je verneukt het weer. Mond dicht. Oké. But I fix it, guys. En UHC is dan dus eigenlijk van. Mijn doel was er ook gewoon mee om zo wat meer YouTubers te laten connecten en al. Ben ik daarin geslaagd? Ja, gedeeltelijk. Het was de bedoeling dat ik nieuwe mensen ging aantrekken. Is dat gelukt? Eigenlijk niet. En dat hoop ik wel met Minecraft te doen. Met Minecraft UHC Season 1. Ik hoor ook heel veel mensen denken van, dude, what the fuck heet dat Minecraft? Like, welke autistische shit is dat? Ja, weet ik veel. Ik moest toch een fancy naam hebben. Zo. We gaan dat niet doen aan de achterkant van ons huis, dat is te veel moeite. Of al wel, misschien komt het nog mooi uit. Oké. Dat stekje gaan we gebruiken. Crafting table. 6. Zas. Nee. Oké. Ik hoop het daar genoeg is. Dan ga ik even mijn geheime trap gebruiken. Zo. Damn. This epic shit. Over here. Oh, ik heb zo één typische blokje te veel. Tada! Yo, dat is wel nog perfect in het midden. Ja. Damn. We have a home. Als we ooit doodgaan, dan. Ah ja, dan ga ik dit huisje wel missen, denk ik. Like, this epic shit over here. Zo. Let's be honest, zo slecht ziet het er nog niet uit, eigenlijk. Het ziet er slecht uit, maar niet zo slecht als je zou denken. Ik ben het toch een beetje aan het mooi maken, zoals je ziet. Like, we moeten er altijd wel op gaan kijken, dus. Ik kan al niet wachten tot een creeper het opblaast. Nee, normaal gezien zou dat niet moeten kunnen. Oké, en deze twee stairs heb ik dan weer te veel. Oké. Maar Minecraft, het is gewoon ultra hardcore. En ja, je zult zelf wel gewoon zien, denk ik, wat het allemaal inhoudt en al. Maar wees excited, ik denk dat het wel epic gaat worden. Ik vond op zich Belgian Hypers sowieso heel epic, want. Ah ja. Pakt 5 YouTubers als je Simon niet meerekent. Gewoon die bij elkaar een dikke collab doen, dat is in mijn opinie toch wel vrij graaf. Oh, what the fuck, ik ben al 22 minuten bezig en ik heb letterlijk geen aars gedaan. Ik heb alleen maar mijn kuthuisje afgemaakt, what the fuck. Nu, hier is wel nog in de buurt. Kom, we gaan hier gewoon eens naar daar. Misschien is er wel een village. Check deze vis struggelen boven water. Yo, wat een dikke dodge. Ben ik hier al geweest? Zo, gewoon even. Oh, Ajax. Ah. Hier is al een fat cave, precies. Ah, oké. Ik heb mijn nieuwe cave al gevonden, jongens. Daar gaan we eens minen de volgende aflevering. Maar hier ben ik al geweest, want je ziet letterlijk. Je ziet letterlijk die dingen openstaan. Kom, hier zijn we nog niet geweest. Yo, zo'n motherfucking sea lantern. Dat is gemakkelijk. Bedankt. Voor. Dat moet je bijhouden. Laat mij raden, dat is van dezelfde. Jup. Of, wacht. Yo, durf men. Yo, wat? Oh, dit is wel een heel mooi beeld. Oké, dat wordt het tipdeel. Dit bootje heeft mij gewoon beschermd. Voilà, ik heb uit zijn lijden gehaald. Maar wacht, is het nu dezelfde treasure? Nee, toch? Nee, dat is helemaal niet dezelfde. Yo! Dat is een andere treasure en dat zou hier moeten zijn. Check even die vissen boven water eten. Oké.
De straat nog een graaf landschap. Ik was van denken, hè? Visible confusion. Oh yes, het is niet op het water. Mooi. Oké. En ik ben zo teringachtelijk om een schep daar te laten. Dan wordt het maar zonder schep. Oké. En van de eerste keer goed? Nee. Oké, wacht, hè. Ik kan niet zoals vorige keer een kwartier struggelen. Oké, wacht. Ik ga wel even terug, want het is nacht. En zoals ik al eerder heb gezegd... I don't like dying in this game. Laat staan in hardcore. Yo, what the fuck? Dat is nog vies mooi, eigenlijk. Check dat. Dat is echt nog mooi, what the hell? Fucking... Oh, de eerste keer overnacht in ons motherfucking huisje. Let's go. Loo. Exciting. Misschien moet ik ook eens een keer een haven bouwen. Ja, nee. Oh, yes. Ik voel me zo veilig hierin. Oh. Ja, mijn huisje. Oké. De zoektocht gaat verder. Maar we gaan even terug naar onze treasure. Terug. Ja, terug. Ik zweer het, ik ben moe zat of zo. Bestaat dat? Kom aan. Oké, nee, ook niet. Aha, yo, dat was snel. Oh, echt tering, yes, deze fucking kut. Waarom heb ik nooit fucking kut diamonds? Wat is deze misschien? Ik heb wel food gekregen. Ik pak die chest ook maar mee, zeker. En ik heb geen drie kwartier bezig gezeten om dat spel te vinden. Oké, dat is ook mooi, zeker. Dat is ook een achievement. Kom, ik kan toch wel eens kijken wat hier achter de hoek is. Yo, kijk, deze epische boom. Oh, een fatte koe. Mochten we ooit aan de ladder farm beginnen? Ja, moeten er wel twee zijn, natuurlijk. Ah, oké. Oké, misschien kunnen we dat toch wel eens overwegen, want ik weet niet of dat gaat lukken met alleen zo... Op de manier dat ik nu bezig ben. Alhoewel, waarom zou het niet lukken? Wat, een dolfijn? Yo, spelen of wat? Wat ook niet met dolfijnen als je die eten gaat of zoiets. Dat ze u naar de dichtstbijzijnde treasure gingen brengen of zo. Maar ja, oké, maakt niet uit. Het is wel nog droog dat we nog een treasure hebben gevonden. Dat had ik niet gedacht. De volgende aflevering ga ik ook die andere boom ommaaien. Zodat we weer terug een voorraad spruce wood hebben. En dan gaan we ook eens in die andere mine minen. En dan gaan we een kelder maken in mijn huisje. En dan gaan we daar ook een strip mine maken. Waar dan uiteindelijk kan minen. Dus Mineception. Het heet dan ook Minecraft. Oeh. Oké. Ik ga wel mijn geheime weg naar het dak laten. Ik vind dat wel nog prachtig voor de meme. Ik ga wel een kist erbij plaatsen. Voilà. Sorry, doggo. 3 wietjes. Oké. Ik hoor sommige mensen denken, wiet! Sorry. Ik heb nu, om deze aflevering af te... Ik wil toch nog wat enchanten. Om het toch nog spannend te maken. Misschien kun je die power 3 boog deze aflevering nog wel maken. Ik denk het wel. Oké. Power 1. Mooi. Nou, dat is scheef. Power 1. Oké. De anvil. Oké. Bloop. 1 enchanting level. Serieus. Oh, dus. Ja. Nee. En dan... Ja, het is zonde mijn patat. Ik was zo excited om te groeien en dan spring ik erop. Maar die boog gaat dus dan voor de volgende aflevering worden. Maar ik ga deze video afsluiten. Dus vond je het video leuk? Was het een blauw rampje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we verder in Minecraft Hardcore. En ik zeg ciao.